Ja, goedenavond broeders en zusters. Fijn dat u er ook bent. Ik mag van allemaal van harte welkom heten, zowel hier in de zaal als ook mensen thuis die meekijken of luisteren via de stream. Van harte welkom. Vanavond zal ons voorgaan broeder Erik. God zegen toegewenst. Laten we samen als openingslied zingen opwekking 181, Majesteit. Laten we samen een zegen vragen over deze dienst. Liefdevolle Vader in de hemel, dank u wel, Heer, dat we vanavond ook weer bij elkaar mogen zijn, Heer. Dat we een plek hebben gekregen van u om u te ontmoeten, Heer. Dat we samen mogen komen, Heer, en dat we uw lofliederen mogen toezingen, Heer. Maar dat we ook uw woord mogen horen, Heer, en mogen leren begrijpen, Heer. Wilt u ons zegenen vanavond, wilt u onze harten naar openen, Heer. En wilt u ook deze dienst zegenen, dat we versterkt mogen worden, Heer. Dat we meer mogen leren over u, dat we... ook dichter bij u mogen komen. Dat bid ik u om Jezus wel. Amen. Het volgende lied dat we samen zingen is opwekking 489. Wij willen u ontmoeten. Schepping, de opgestane Heer. Wij vieren u ons moeder, uw eer in ons lied. Vol dank en vol aanbidding, omdat u telkens weer voorziet. Uw liefde vult ons leven, wij zijn zo rijk door u. De dank die wij u geven, is ons liefdeslied voor u. Die wij u geven, is ons liefdeslied voor u. Chris, mag je vragen de mededelingen te delen? Goedenavond, ik mag u de mededelingen doorgeven van zondagavond 15 augustus en ik wil graag beginnen met een geboortekaartje. Vanmorgen stond de trotse vader hier zo. Nou, ik mag de eer om hem nu aan u voor te lezen. Jonathan Kerber is afgelopen week geboren. Jonathan is geboren 10 augustus en er staat op het kaartje dan, het is een tweeleidig kaartje, het is in het Duits en in het Nederlands. Het Duits waag ik mij maar niet aan. Ik denk dat het dan helemaal niet verstaanbaar voor u is. Zelfs een Duitser zou het niet kunnen verstaan, denk ik. Katje zou er nog moeite mee hebben om dat te begrijpen. Dus ik doe het maar gewoon in het Nederlands. Erken het, de Heer is God. Hij heeft ons gemaakt. Hem behoren wij toe. En er staat in Psalm 100, vers 3a. Jonathan, door God gegeven. En Jonathan is een zoon van Matthias en Linda en broertje van Lotte, Lille en David. Jonathan is dus iets over 9 s'avonds geboren. Er staat 52 centimeter lang en 3,8 kilo. Dus ik denk dat het toch wel een redelijk zwaar kindje is. Er staat achterop, het kaartje staat een mooie foto. Ik zal hem straks ook aan het bord hangen, dus dan kunt u hem ook van dichtbij bewonderen. Er staat dan, wil je komen kennismaken met Jonathan? Bel of app voor een afspraak met mama Linda. Nou, daar staat het telefoonnummer op, het adres staat erop. Dus het komt straks aan het prikbord. De overige mededeling, ik wil graag beginnen met de zieken. Onlangs hebben we bericht ontvangen dat broeder Freek, dat is een van de kosten die hier zo, binnenkort geopereerd zal worden. En de operatie zal waarschijnlijk 19 augustus plaatsvinden. Onze broeder heeft veel pijn in verband met beknelling van een zenuw in de rug. Het is een operatie met een verhoogd risico. We vragen uw gebed en wensen onze broeder veel sterkte en Gods nabijheid toe. En we hebben ook 2-tal berichten ontvangen. Eentje is van broeder Freek en zuster Christine. En ze schrijven, ze zijn blij met het nieuwe huis en dankbaar dat het steeds een beetje beter gaat. Verder willen ze de gemeente bedanken voor alle gebeden, kaarten en telefoontjes. En dat geldt ook voor broeder Klaas en zuster Minnie. Ze willen de gemeente ook de hartelijke groeten overbrengen en bedanken ook voor de gebeden, kaartjes, telefoontjes. Ze ervaren dat de Heer elke dag bij hen is en dat Hij op zijn manier ook voorziet. En de troost die halen ze ook heel sterk uit Psalm 71. Het is een troost voor hen en het is een mooie psalm ook voor onszelf te lezen. Komende woensdagavond hebben we de gezamenlijke bidstond hier in Ravidim. Het begint om 7:30. Iedereen is daar van harte voor uitgenodigd. Zoals vermeld, we hebben in deze zomerperiode gezamenlijke bidstonden. Vanaf september beginnen de kringavonden weer. Maar de eerste woensdag in september hebben we gepland eigenlijk om een gemeente CQ-informatieavond te houden. En de broederraad wil u bijpraten over diverse plannen en ontwikkelingen en u daarvan op de hoogte brengen. En die avond is, mag iedereen komen, leden natuurlijk, maar ook niet leden. Iedereen die een warm hart toebedeelt naar de gemeente is daarvoor van harte uitgenodigd. Dus u mag deze datum al wel in uw agenda schrijven, woensdagavond 1 september 7:30. De opening van seizoen komt er ook weer aan. De vakanties, nog een aantal weken, dan zijn de vakanties zo goed als voorbij. En een van de hoogtepunten van dit jaar is natuurlijk de opening van het seizoen. En het feest staat gepland op zaterdagmiddag 4 september aanstaande. Er wordt voor jong en oud een sportieve middag georganiseerd. En voor de kinderen is een groot springkussen aanwezig. Voor hen die het wat rustig aan wil doen, zoals ik bijvoorbeeld, is er een koffie- of theeterras. Dus dat is ook heerlijk genieten om lekker even met elkaar te praten. Ik heb me al opgegeven hoor, bij sport heb ik maar een vraagteken gezet. Dus ik wacht eerst even af wat voor sport als het is. Of het iets voor mij is of niet, dus ik wacht dat eventjes af. Alles wordt gehouden op het eigen terrein. En in de hal bij de ingang, zoals ik dat net vertelde, ligt een intekenlijst. En u kunt zich tot en met 29 augustus opgeven. Of u wilt deelnemen, of u actief wilt deelnemen aan de activiteiten, maar ook voor de maaltijd natuurlijk. De dag erop, dat is 5 september, mogen we weer een doopdienst in onze gemeente houden. Vooraf zal een studieavond over de doop plaatsvinden en wel op 30 augustus, om 7:30. Iedereen die zich wil laten dopen of over de doop nadenkt, is van harte hiervoor uitgenodigd. Dus een studieavond 30 augustus over de doop. Dat is hier ook in dit gebouw hierachter. Vanmorgen hadden we een bijzonder mooie dienst. Een dienst van waarschuwing, maar ook een dienst van bemoediging. Dat er hoop is voor de wereld. En vanavond spreekt broeder Erik ook. Nou, we hebben elkaar al even gesproken. Van harte Gods zegen toegewenst ook bij de boodschap die je mag doorgeven. De collecte voor vandaag is bestemd voor het onderhoud van het gebouw. Voor de kijkers thuis, ja, u kunt de collecte ook voldoen via de QR-code die u aansluitend aan de dienst kunt zien op het beeldscherm. U kunt ook gebruik maken van de Gift-app. Het kan natuurlijk ook op een natuurlijke manier, wat we gewend zijn, via de bankrekeningnummer. Tot zover de mededelingen. Mag ik u voorgaan in gebed. Heer God, hartelijk dank, Heer, dat we in dankbaarheid tot u mogen komen. De almachtige God, de schepper van hemel en aarde, die alles overziet en alles in zijn hand heeft. Heer, dank u wel, Heer, dat u ons levens kent zoals we hier in deze ruimte, in deze zaal zitten. Of als we kijken via het beeldscherm, op dit moment of misschien later in deze week. Heer, dat we bemoedigd mogen worden, Heer, met het woord dat het gesproken mag worden. En dat we mogen weten dat we geborgen mogen zijn in uw vaderhand. En dat we ook mogen weten dat we een hoge priester hebben in de hemel, de Zoon van God, Jezus Christus, die voor ons bidt en pleit. Heere, dank u wel dat we zo ook in alle vrijmoedigheid, wetende dat ook alles genade is, tot u mogen komen. Dat u ons hoort en ons leidt, Heer, persoonlijk zoals we zijn, als we hier zitten, maar ook als gemeente zoals we hier zitten. Heer, dank u wel dat we dankbaar zijn, Heer, voor de familie Kerber. Heer, Jonathan is geboren de afgelopen week. Heer, hartelijk dank, Heer, dat het allemaal ook goed gegaan is en dat u het gezin ook zo bijzonder zegent. Heer, wilt u ook Linda en Matthias helpen bij de opvoeding van het kleine kereltje, maar ook van de andere kinderen. Wilt u hen ook allen zo zegenen en wilt u ze dragen in uw vaderhand. Wilt u ze zegenen en leiden in elk moment van hun leven. Heere, dank u wel dat het ook een voorrecht is, Heer, om ook in gedachten, om ook actief te bidden voor het ongeboren leven, ook in de gemeente. Heer, ik wil u bidden dat u ook hierin nabij wilt zijn en uw zegen wilt geven. Ik wil u bidden, Heer, dat u ons als gemeente wilt vasthouden, ook in deze tijd, waar het nog allemaal met beperkingen zit, dat we afstand moeten houden. En ja, ik wil u vragen, Heer, dat we toch de gemeenschap der heiligen zo samen het ook met elkaar mogen en kunnen beleven, ook op deze manier. Wilt u ons bemoedigen door het woord heen? Wilt u de avonddienst zo straks ook zegenen als broeder Erik het woord mag doorgeven? Heer, wilt u hem vrijmoedigheid van het spreken geven? Heer, maar dat het woord ook tot ons mag doordringen. Heer, en dat het ons leven mag verrijken. Heer, en dat we een verlangen mogen hebben om dicht bij uw vaderhart te leven. Heer, dank u wel, Heer, dat u zo bij de zieken in de gemeente wilt zijn. Er zijn er heel velen. We hebben net broeder Freek zo benoemd. Maar ook de ouderen in de gemeente. U bidden dat u bij hen wilt zijn. De mantelzorgers die bij sommigen in sommige gezinnen zo ook actief een aandeel leveren. Ik wil u bidden dat u ook hierin uw zegen wilt geven en helpen wilt. Heer, alles is bij u bekend. U weet alles. Heer, en u weet ook, Heer, dat we dankbaar zijn, Heer, dat we in vrijmoedigheid hier bij elkaar mogen komen. Wetende dat wereldwijd, Heer, dat heel anders ligt. Heer, als we de beelden op televisie zo volgen, wat er allemaal gebeurt, dan is het gewoon verschrikkelijk, Heer. Maar mogen we weten, Heer, dat u ook uw kinderen daar ook wilt helpen en wilt troosten en wilt ondersteunen. Heer, dat willen we ook uitspreken naar u toe, Heer, dat u hen ook zo bijzonder nabij wilt zijn. Heer, ik wil u vragen, Heer, dat u het werk wilt zegenen, Heer, in Roemenië, via Stichting Mino. Het werk in Israël, Heer, via de familie Smatja, familie Moestert. Heer, maar ook wil ik u bidden, Heer, voor de contacten die we hebben in de Filipijnen. Het werk op de Herikon. Dat alles mag zijn tot eer en glorie van uw heilige naam. Heer, dank u wel dat u een grote God bent. En dat u te prijzen bent tot in alle eeuwigheid. En dat we ook mogen uitspreken, Heer, dat we u liefhebben. Met alle tekortkomingen die we ook hebben. Maar dat we u toch mogen liefhebben. En dat uw liefde eindeloos groot is naar ons toe. En dat mogen we weten, dat we geborgen mogen zijn in Vaders hand. Dank u wel ervoor. Amen. Dankjewel, Chris. Dan willen we nu samen zingen opwekking 222, Doorgrond mijn hart. Dan zullen we nog één lied samen zingen voordat Erik de dienst zal overnemen. Dat is opwekking 509, Zo lief had God de Vader ons. zie de mens daar aan het kruis, met al mijn schuld beladen. Beschaamd hoor ik mijn eigen stem, en loochenen en smaden. Het was mijn zonde die hij droeg, totdat hij nogmaals, goedenavond allemaal. Ook de mensen thuis. Mooi dat we weer zo bij elkaar kunnen zijn. Het thema vanavond is de vrede voor Jeruzalem. En ja, Jeruzalem, letterlijk, de naam Jeruzalem betekent stad van de vrede. Maar we weten eigenlijk allemaal dat eigenlijk sinds koning David is daar heel veel gevochten. Het is zelfs zo dat, ja, in ieder geval voor zover ik zo weet, dat de stad zelfs 2 keer helemaal met de grond gelijk gemaakt is. 70 na Christus en verder voor heeft Nehemia een keer de muren herbouwd. Moeten herbouwen. En ook nu, vandaag aan de dag, sinds 1948, volgens Wikipedia, ik heb het even opgezocht, zijn daar in Israël zijn al 15 echt serieuze gevechten geweest. En de laatste was natuurlijk in mei. De strijd tussen Hamas en Israël. Een hele korte strijd. Maar er zijn toch meer dan 250 Palestijnen zijn daar omgekomen. Ook verder, als we het hebben over het bidden voor de vrede voor Jeruzalem, dan is het ook wel een beetje een spannend thema. Dus ik stel voor dat we samen ons hoofd buigen. Vader in de hemel, dank u wel voor uw woord. En we bidden, Heer, dat uw woord toch rijkelijk in ons woont. Heer, dat we dag in, dag uit, Heer, dat wij ons zullen voeden met uw woord. Heer, dat wij u zullen vragen, Heer, ons te leiden. Heer, en willen we u danken, Heer, voor uw woord dat u ons gegeven hebt. En als we het vanavond hebben over het bidden om de vrede voor Jeruzalem, Heer, dan is het misschien een thema waar we allemaal verschillende meningen over hebben. Heer, maar help ons, Heer, te richten op u. Heer, naar wat u tot aan ieder van ons te zeggen heeft. In Jezus' naam. Amen. Ja, dus bidden om de vrede voor Jeruzalem staat in Psalm 122. Dat is de 3e pelgrimspsalm. De Joden werden opgeroepen om tenminste 3 feesten bij te wonen. En dan kwamen ze vaak van ver. En Psalm 120 tot met 135, dat zijn de zogenaamde pelgrimspsalmen. Dat zijn de liederen die favoriet waren voor hen die onderweg waren. En we hebben Psalm 120 en 121 al met elkaar gelezen. En dan vandaag 122. Maar voordat we dat doen, wil ik graag met u lezen Efeze hoofdstuk 2. En 4 versen hieruit. En er staat Efeze 2 vanaf vers 19. Efeze 2 vanaf vers 19. Daar staat, zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners. En dat is wat Paulus schrijft aan de gemeente in Efeze. Maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus zelf de hoeksteen is. En op wie het hele gebouw, goed samengevoegd, verrijst tot een heilige tempel in de Here. Op wie u ook medegebouwd wordt tot een woning van God in de geest. En Gods tegenwoordigheid is niet meer in de tempel in Jeruzalem. Er is ook geen tempel meer. Die is in 70 na Christus is die ook verwoest. Maar hier, en ook als je in de Korintherbrief leest, wij persoonlijk, maar ook wij als gemeente, het laatste vers legt ook nog een keer de nadruk op wij samen. Wij zijn de tempel. En sinds Pinksteren mogen we dan gedenken en vieren dat Gods geest in ons woont. Dan gaan we nu naar Psalm 122. De 3 feesten waar de Joden werden opgeroepen om naartoe te gaan. Dat was het Pesachfeest. Het feest waar het hele gezin dan ook naartoe ging. En waar dan herdacht werd de uittocht uit Egypte. De redding uit de slavernij. En dan had je de wekenfeest. Waar de eerste oogst gevierd werd. En ook dat ze de wet hebben ontvangen. En het derde is dan de loofhuttenfeest. Waar dan de hutjes, ook vandaag nog, de hutjes worden gebouwd. En er wordt herdacht dat God voor hen zorgt. De voorzienigheid van de Heere God wordt herdacht. Psalm 122, de vrede voor Jeruzalem. Een pelgrimslied van David. Ik ben er verblijd wanneer zij tegen mij zeggen, wij zullen naar het huis van de Heere gaan. Onze voeten staan binnen uw poorten, Jeruzalem. Jeruzalem is gebouwd als een stad die hecht samengevoegd is. Daarheen trekken de stammen op, de stammen van de Heere, naar de ark van de getuigenis van Israël, om de naam van de Heere te loven. Want daar staan de zetels van het recht, de zetels van het huis van David. Bid om vrede voor Jeruzalem, laat het goed gaan met hen die u lief hebben. Laat vrede binnen uw vestingwal zijn, rust in uw burchten. Omwille van mijn broeders en mijn vrienden spreek ik nu, vrede zij in u. Omwille van het huis van de Heere, onze God, zal ik het goede voor u zoeken. Nou, centraal in dit gedeelte is dan vers 6. Bid om de vrede voor Jeruzalem. Ook in de andere pelgrimspsalmen wordt ook wel zoiets gezegd. Wordt ook een groet, komt ook groet in voor, zoals vrede voor Jeruzalem. Nu, waarom dan die oproep om te bidden voor Jeruzalem? Wat is dan de gedachte van deze pelgrim als hij dat dan zingt? Psalm 120, hij begint dan met de pelgrim die van ver moet komen. Hij is zich bewust van waar hij vandaan komt. Dat is een zondige wereld. En hij is onderweg naar Jeruzalem, waar de tempel is, waar de Heere God zijn naam aan verbonden is, waar hij mag offeren, waar hij God mag gaan bidden. En hij is bewust dat hij een zondig iemand is. Maar hij is zich ook bewust dat het Heere God barmhartig is. Hij weet dat God van hem houdt en dat God hem ook uitnodigt om naar Jeruzalem te gaan. En Psalm 121, dan is hij onderweg. En dan zegt hij, ik sla mijn ogen op naar de bergen. En waar komt mijn hulp vandaan? En dat gaat erover dat de Heere God heeft altijd het volk begeleid. En ze mochten altijd bij hem komen. De Heere God heeft hem beschermd. En zowat hij met het volk gedaan heeft, zo zal hij het ook doen met de reiziger. En op Psalm 122, dan is hij aangekomen in Jeruzalem. En dan weet je, aan de ene kant is hij het niet waard om zeg maar de poort en binnen te gaan, om naar de tempel te gaan. Maar aan de andere kant, weet je, hij wordt ook opgeroepen om juist wel te gaan. En hij weet dat er in feite een grote banier boven Jeruzalem hangt met welkom. En natuurlijk niet letterlijk, maar hij is welkom. Hij is welkom in Jeruzalem En hij is dankbaar dat hij er is om daar de Heere God te aanbidden. En dan is hij daar en doet hij die oproep. Dan doet hij die oproep van bid om de vrede voor Jeruzalem. En dan er is natuurlijk de vraag, ja, dat heeft die pelgrim dan 3000 jaar geleden gezongen. En wat moeten wij er nou mee? Moeten wij ook nog steeds voor de vrede van Jeruzalem bidden? Omdat die pelgrim de tocht heeft volbracht. Hij is eindelijk in de stad. Hij is heel enthousiast en dan roept hij op, bid voor de vrede van Jeruzalem. Mij doet het een beetje denken, bij ons in de gemeente. We hebben aardig wat mensen die komen van buiten Hattem. Nou, stel je voor, je komt ten westen van Hattem. En dan even kijken, ja, ten westen van Hattem. En dan rij je over de N50, niet geheel zonder gevaar. En dan kom je hier over de Vuursteenbergen, rij je Hattem binnen. En dan zie je daar het mooie Hattem. En je ziet misschien ook wel de Davidster op het dak. En dan zeg je, oh, dat God eenheid mag geven aan de gemeente Bethel. Nou, omdat die reiziger dat dan vindt, moet dan de hele wereld in één keer gaan bidden voor de eenheid van Bethel. Moeten wij dan in één keer gaan bidden voor de vrede van Jeruzalem, omdat een pelgrim er eindelijk aangekomen is. En hij is blij dat hij het gered heeft. Hij is blij dat hij de Heere God mag gaan bidden. En moeten wij daarom dan ook bidden om de vrede van Jeruzalem. En dan heb je ook nog de belofte daarachter. Meer de wens, laat het goed gaan met hen die u lief hebben. En dat is de wens, hier zo wordt uitgesproken, maar het is natuurlijk een belofte. Het is een belofte wat de Heere God dan zegt tegen Abraham. De Heere God zegt dan tegen Abraham in Genesis 12... ik zal zegenen wie u zegenen en ik zal vervloeken wie u vervloeken. Maar moeten wij dan bidden om de vrede van Jeruzalem? Kijk, voor de pelgrim, ik begrijp heel goed. Nu als er vrede is in Jeruzalem, dan kan hij reizen naar Jeruzalem. Hij kan de tempel binnengaan. Hij kan daar de Heere God aanbidden. Hij kan offers brengen. Hij kan andere mensen ontmoeten. En samen zijn ze getuigenis. Is dit alles is een getuige van wie God is en wat hij heeft gedaan. Ze mogen samen de Heere God aanbidden. Dan moeten wij ook bidden om de vrede voor Jeruzalem. Nou, ik denk zeker wel. Wat ik net al zei, ook afgelopen mei met de gevechten. Daar alweer, het is sowieso al een reden om te bidden voor de vrede van Jeruzalem. En ook wij als gemeente, wij hebben ook een kandelaar. Nu is die verstopt achter de vlaggetjes. Maar die staat daar, want we willen laten zien, we zijn verbonden met Israël. En niet dat we zeggen, alles wat daar gebeurt is goed. En misschien zijn we het helemaal niet mee eens. Maar wij als gemeente, wij bidden voor de vrede van Jeruzalem. En dat is de plek waar de Heer Jezus ook gestorven is en waar Hij is opgestaan. En wij als gemeente, wij zien er naar uit dat het Joodse volk de Heer Jezus zal aannemen als hun Messias. En daarom bidden wij ook voor de vrede van Jeruzalem. Heel lang geleden, Jeruzalem is onder koning David en koning Salomo, is het echt een hoofdstad geworden. David heeft daar zijn paleis gebouwd. En Salomo heeft de tempel gebouwd. En de Heere God heeft zijn naam daaraan verbonden. Aan de tempel, aan Jeruzalem. En het is een hele belangrijke stad geworden waar God aanbeden werd. Alleen, de tempel was gebouwd. Offers werden gebracht. God werd aanbeden. Maar toen de Messias kwam, hebben ze de Heer Jezus niet aangenomen als hun Messias. Hebben ze hem niet aangenomen als hun verlosser. En in Lucas 13, dan zegt de Heer Jezus dan ook, o Jeruzalem, Jeruzalem, u die die profeten doodt en stenigt, die naar u toegezonden zijn. Hoe vaak heb ik uw kinderen bijeen willen brengen, op de wijze waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels. Maar u hebt het niet gewild. De Heer Jezus had hen lief. hem met alles. En dan zegt de Heer Jezus later nog een keer, och, dat u ook nog op deze dag zal onderkennen wat tot uw vrede dient. Nu echter is het verborgen voor uw ogen. Zij hebben de Messias niet aangenomen. Maar er is hoop en dat wil ik graag met u lezen en dat is Lucas 21. En dat is echt een hele sterke profetie die daarop geschreven staat. Lucas 21 en dan vanaf vers 24. En dan kunnen we wel tot 33 lezen. En ze zullen vallen door de scherpte van het zwaard en in gevangenschap weggevoerd worden onder alle heidenen. En Jeruzalem zal door de heidenen vertrapt worden. Het is allemaal gebeurd. Totdat de tijden van de heidenen vervuld zullen zijn. Aan de heerschappij van de heidenen over Jeruzalem. Hij zegt, de Heer Jezus, daar komt een einde aan. Wij hier in Bethel, zeg maar in het kleine kerkje hierachter, voor de Tweede Wereldoorlog, voor 1948, werd hier al verkondigd, jongens, we leven in de eindtijd. En binnenkort zal de staat Israël hersteld worden. Onze voorvaderen hebben dat hierachter al verkondigd, voordat dat ook maar theologisch hier in Hattem gebracht was. Dat is helemaal nieuw. Een ongelofelijke profetie, wat hier opgeschreven staat. En het gaat er dan verder over Israël. En er zullen tekenen zijn in zon, maan en sterren en op de aarde, benauwdheid onder de volken en radeloosheid vanwege het bulderen van zee en golven. En het hart van de mensen zal bezwijken van vrees en verwachting van de dingen die de wereld zullen overkomen. Van de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden. En dan zullen zij de Zoon des Mensen zien komen in een wolk. Met grote kracht en heerlijkheid. Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog en hef uw hoofd op. Omdat uw verlossing nabij is. Wij bidden voor de vrede van Jeruzalem, want we zien dat hand in hand gaan met het Joodse volk wat de Messias aan zal accepteren, maar ook met de wederkomst van Jezus Christus. En hij sprak tot hen een gelijkenis. Hij kijkt naar de vijgenbomen en naar alle bomen. Dat gaat over Israël. Zodra ze uitlopen en u dat ziet, weet u uit uzelf dat de zoon wel nabij is. Zo ook u, wanneer u deze dingen zult zien. Zo zien geschieden, weet dan dat het koninkrijk van God nabij is. Voorwaar, ik zeg u, dat dit geslacht zeker niet voorbij zal gaan totdat alles geschied is. De hemel en de aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woorden zullen beslist niet voorbij gaan. Nou, dat zijn zo een paar redenen waarom wij het belangrijk vinden om voor de vrede van Jeruzalem te bidden. 3000 jaar na dat de pelgrim dat lied gezongen heeft. En ook voor de toekomst zien we nog zeker ook een rol voor Jeruzalem. Micha 4 vers 2. Vele heidenvolken zullen op weg gaan en zeggen, kom, laten wij opgaan naar de berg van de Heer en naar het huis van God van Jacob. En dan zal hij ons onderwijzen aangaande zijn wegen. En zullen wij zijn paden bewandelen, want uit Sion zal de wet uitgaan en het woord van de Heer uit Jeruzalem. En je Openbaringen 21 heeft het ook over een hemels Jeruzalem. Er zijn zo'n paar voorbeelden waarom wij zeggen, ja, het is goed om te bidden voor de vrede van Jeruzalem. En als we even met elkaar zouden doorgaan hierover, en dan komt er een beste lijst. En waarom het goed is om te bidden voor de vrede van Jeruzalem. En straks gaan we dat ook doen. Maar belangrijk bij deze psalm is om daar niet alleen maar bij te blijven. De psalm wil ook nog wat meer zeggen. Want als je dan teruggaat naar de pelgrim, dan zie je ook zijn verlangen om bij elkaar te zijn. Hij heeft het verlangen om samen op te trekken met anderen. Samen de tempel te bezoeken, samen de Heere God te zoeken. Hij is dus niet alleen maar blij dat hij eenmaal goed aangekomen is. Maar hij is ook blij dat er anderen zijn. Kijk maar in vers 1. Daar staat hij, ik ben verblijd wanneer zij tegen mij zeggen, wij zullen naar het huis van de Heer gaan. En dan, Psalm 120, Psalm 121, Psalm 122 begint met ik, maar dan wordt het in één keer wij. Hij is blij dat hij met mensen mag optrekken nu. Hij die ook gegrepen zijn door Gods genade. Die geproefd hebben hoe goed God is. En die daar zijn gekomen. Hè, zoals vers 4 het zegt. Om de naam van de Heer te loven. Nu begrijp me goed. Ik weet er is een enorm verschil. Hè, tussen toen en nu. Maar toch. Zou je ook in bepaalde opzichten kunnen zeggen. Hè, wat Jeruzalem is voor de pelgrim. Hè, is de kerk voor de christenen. He, want als je het beseft, he, wat het betekent, de vrede van Jeruzalem. En zoals het hier ook staat, he, als je van Jeruzalem houdt, en dan zul je daar ook voor bidden, zegt de pelgrim. En hetzelfde is met de gemeente. Als je de waarde van de plaatselijke gemeente ziet, he, dan zul je van de gemeente houden en daar ook voor bidden. En als je gegrepen bent door Gods genade, als je begrepen hebt dat God barmhartig is, dan zul je net zoals die pelgrim van ik naar wij gaan. En in die zicht, in dat opzicht, hè, is dat, zie je een gelijkenis tussen de pelgrim en wij. Nou, de pelgrim is dus heel enthousiast. Hij is aangekomen, roept op. Jongens, laten we bidden voor de vrede van Jeruzalem. En dat is ook zoiets om anderen aan te moedigen. Jongens, kom op. Laten we samen de schouders eronder zetten. Laten we samen optrekken. Laten we samen Gods wil gaan zoeken. Laten we samen Hem aanbidden. He, om de stap dan naar vandaag te maken. Nogmaals, Bethel is niet de tempel en Hattem is niet Jeruzalem. De aantallen zijn ook anders. Maar ik hoop wel, en ik ga er ook vanuit, dat wij dat verlangen hebben. Wat Hij ook heeft om de Heer God te eren. De pelgrim had thuis kunnen blijven. Hij had thuis kunnen blijven, daar een altaar kunnen bouwen. Hij had daar zijn liederen kunnen zingen, God kunnen aanbidden. Maar dat heeft hij niet gedaan. Want hij weet, het is Gods wil, dat hij op deze 3 feesten, tenminste 3 feesten, naar Jeruzalem gaat. Om daar samen met anderen het feest te vieren. Daarom, als je dan zo'n vergelijking maakt naar vandaag, kan het dan zijn dat net zoals voor de pelgrim de reis naar Jeruzalem goed is voor zijn wandel met de Heere God, dat het voor ons goed is om deel te zijn van de plaatselijke gemeente. Kan het zijn dat net zoals God wil dat de pelgrim naar Jeruzalem gaat om de feesten te vieren, dat God wil dat wij ook deel zijn van de plaatselijke kerk? Weet je, en dan zeg je misschien, ja, Erik, maar je hebt misschien geen idee wat mij aangedaan is in de gemeente. En misschien zeg je dan, weet je, ik ben die mooie praatjes, ik ben ze al lang zat. En verder ook, kijk maar om je heen. De meeste mensen gaan helemaal niet meer naar de kerk. En eerlijk is eerlijk, als ik vanavond weer naar huis fiets, ik zie ook de meerderheid zitten tv te kijken. En ik weet ook wel, als je langer dan 20 jaar in een bepaalde kerk bent, hier of een andere plaatselijke kerk, ja, je raakt een keer gekwetst. En je zult een keer zeggen, ja, dat zijn mooie praatjes. Ik weet wel hoe het echt zit. En zo kun je legitieme en misschien minder legitieme redenen hebben om niet meer naar de kerk te gaan. Maar ik zeg, je zet toch heel veel op het spel. Heel veel op het spel als je geen deel meer bent van de plaatselijke kerk. Je zou zeggen niemand, maar vooruit laten we zeggen bijna niemand is sterk genoeg om geestelijk gezond te blijven zonder de hulp van de broeders en zusters. En wat er dan bij komt, wat we net aan in Lucas 21 hebben gelezen, wat hier vroeger al verkondigd wordt, dat de komst van de Heer Jezus aanstaande is. Dan zegt Hebreeën 10. Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten zoals het sommigen de gewoonte is. Maar elkaar aansporen dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen. Tot slot dit. De pelgrim, hij moedigt aan om te bidden voor de vrede van Jeruzalem. Hij moedigt aan om samen op te trekken. En laten wij dat ook doen. Ook in deze tijd. Hij zelfs nu, nu de kerk weer open is. En zoals vanochtend ook, dan zie je nog, er zijn nog steeds lege plekken. En het gaat er niet om dat bed al enorme aantallen heeft. Maar het gaat erom, als je niet samen optrekt, dan wordt het heel moeilijk. Zo niet onmogelijk om geestelijk gezond te blijven. Dus laten we net zoals die pelgrim zeggen, jongens, kom op. We zetten de schouders eronder en we gaan de Heere God samen aanbidden. Laten we samen bidden. Ik stel voor, we doen een open gebed. En dan sluit ik af. Heer God, wij danken voor deze avond. Dat we uw woord mochten openen. Dat we worden bemoedigd, Heere God. En dat we mogen zien, Heer, u hebt alles in uw handen. Heer, en ook al zijn het wegen, Heer, voor ons die moeilijk te begrijpen zijn. Heer, we mogen weten, u bent er. Heer, u leidt ons. Heer, u bent ook met uw volk. En daarom ook bidden, Heer, voor de vrede van Jeruzalem. We bidden, Heer God, voor de Joden. We bidden, Heer, voor de Messiaanse kerk, Heer. Dat ze een sterk getuigenis mogen hebben. Zodat zij ook mogen zien, Heer, dat nog velen tot geloof komen. Dat er nog velen mogen komen en de Heer Jezus zullen aannemen als hun Messias. Heer, we bidden, Heer, daarom ook voor de familie Smatja, Heer, als wij als gemeente zo bij hun bediening betrokken mogen zijn. We bidden, Heer, wilt u uw zegen daaraan geven. We bidden voor de Bijbels die uitgaan, voor de kampen die worden gehouden. We bidden, Heer God, voor alles wat nodig is. Heer, wilt u voorzien, Heer, en dat het toch een getuigenis mag zijn, Heer, van uw grootheid. Heer, we bidden ook, Heer, voor ons als gemeente. Heer, dat wij ook dat verlangen zullen hebben. En zullen houden, Heer, om u te loven en te prijzen. Niet alleen op zondag in de dienst, Heer, maar iedere minuut van de dag. Dat door ons leven, dat door ons doen en laten, maar ook door wat we spreken. En dat wij ook u zullen loven. Heer, want u komt toe, alle lof en eer. Heer, we danken u, Heer, waar ze vanmorgen zo bepaald werden. Heer, u hebt ons gered. U hebt ons gered voor de eeuwigheid en we mogen naar uitzien. We mogen naar uitzien dat we altijd bij u zullen zijn. Bidden wij alles in de naam van Jezus. Amen. We gaan nog 1 lied zingen. Hou vol. En misschien kunnen we dat staande zingen. En aansluitend zal ik dan de zegen meegeven. Het is een zegentocht van heilig. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen. Wel thuis en misschien tot woensdag.